Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de enige echte Road to Commander / Road to Life Care Package Loadstar natuurlijk op Black Ops 2. Dus aflevering nummer 3. We gaan nu beginnen aan game nummer 5. Het is een playing game en ik weet dus niet, we staan 6 kills achter. Oké, dat maakt niet heel veel uit, 6 kills achterstand. We gaan gewoon kijken wat we hier kunnen gaan verrichten, man. Hier loopt iemand met een... Oh, dat wou ik net zeggen. Hier loopt iemand met een C4 te kutten, alleen... En die killde hem ook nog eens. En hier staat iemand te campen. Dus die wil ik natuurlijk even killen. En iemand zit er ook keihard doorheen te schreeuwen. Maat. Mute je microfoon. Alsjeblieft. Ik moet hem even meteen muten, man. Want ik word er zo hard door afgeleid altijd. Zo, oké. We staan dus op dit moment 6 kills achter. En we spelen hem op high. We gaan vandaag 2 free-for-all L-pokjes spelen. De serie draait er natuurlijk om. Ik moet van level 1 tot met 55 L-pokjes uploaden dat ik speel. En daarnaast moet ik natuurlijk de Lodestar uit mijn care packjes zien te krijgen. Dus het zijn 2 series in 1 serie. En ik hoop dat we natuurlijk zo snel mogelijk max level worden. En ik hoop natuurlijk dat we zo snel mogelijk de Lodestar uit ons care package gaan krijgen. Maar nu is het even een kwestie van opletten, want we staan nu nog 4 kills achter. En ik moet even zorgen dat ik een UAV haal. Ik moet daar nog 1 kill voor maken en... Oh nee, dat was niemand. Dat was een tafel. Maar ik kom nu even helemaal niemand meer tegen, joh. Dat gebeurt heel vaak! Ik schrik me helemaal kapot. Holy shit. Het gebeurt heel vaak in Call of Duty. Dan ben je de hele tijd mensen aan het tegenkomen. En in één keer is het zo rustig dat je niemand meer tegenkomt. En ik schrok me helemaal naar nee te stelen daardoor door die vent. Dus ik had hem ook niet zien aankomen. Ik laat het daar wel op. Dat is zo irritant, jongen, als je op zo'n manier doodgaat. Als je niet iemand verwacht. En daar verwacht ik ook niemand, man. Dat hij daar al in dat kamertje of zo staat te kutten. Dat soort dingen verwacht je niet, man. Maar het is heel rustig in dit potje. Dat weet ik wel in ieder geval. En als het zo rustig is, dan moet je goed blijven opletten. En hij staat er nog steeds. Oh, die vent is irritant. Kom op, man. Kom op, MP7. Je kan het wel. Oh shit, hij zit aan te campen, hoor. Wat een baas. 2, 3 en gooi. Ik hoop zo dat hij raak gaat. Maat, kill me dan niet. En ik raak me niet. Alleen die vent had flexchecken. Dit is echt dikke bullshit. Dit noem ik nou een bullshit dead. En een bullshit cut hitmarker. Want ik had die vent gewoon moeten hebben, man. Maar hij heeft weer flexchecken natuurlijk. Omdat het een baascamper is. Dus ja, die kill je niet zomaar. En... What? Jongens, ik zweer het je. Ik moet elk potje uploaden dat ik speel. Maar dit slaat echt helemaal nergens meer op. Ze zitten allemaal te campen in dit potje. Free for all, jongen. Waar ben je mee bezig, maat? Kom jij nou serieus naar boven? Ja, dat zie je wel. Dankjewel. Ik moet even goed gaan opletten. Ik ga ook gewoon terugcampen, hoor. Ik moet mijn UAV halen, man. Zonder mijn UAV gaat het hier nooit lukken. Dus ik ga nu gewoon terugcampen. Ik blijf in dit huisje staan. En dan zal ik eens even laten zien hoe je moet campen hier, hoor. Let's go, maat. We zijn ook meteen weer level up. Nice. We moeten echt ervoor zorgen dat ik mijn UAV haal, hoor. Niet in mijn rug komen, vriend. Oprotten nou. Dat heb je nu al 100.000 keer gedaan. Er komt er nog één aan. Ik weet niet wat deze gozer aan het doen is. Die staat gewoon AFK. Dankjewel voor de kill. En ik heb ook mijn care package nu. Let's go. Dat is natuurlijk de bedoeling, want dan moet ik die loodster eruit halen en... Wow, die vent die had me bijna gekild, maar helemaal nog niet. En jij staat AFK, die killde ik net ook al. Shit, in mijn rug. In mijn rug zit er een. Hij zit hier nog steeds te campen, man, deze baas. Oh, nee, hij is nu weggerend. Wat een vriend, jongen. Hé, dat zit hier te campen. Ik wil hem killen en hij is weg. En nu zit hij daar. Nu zit hij daar. Wat een... Oh, wat een lul, jongen. Oké. Nee, shit, noem mijn leiding niet in, want er lopen hier enemies. Dan kan ik mijn leiding natuurlijk beter even bewaren. Maar hij zit hier te campen, man. 2, 3, go. Dan krijgt hij een hitmarker als het goed is. En dan... Oh! Kill me nou niet! Kill die camper nou eerst, jongen! Ik zweer het je, eerst campers dan de rest. Dat is mijn motto. Maar dat lukt hier niet, jongens! Ik zweer het je, alsjeblieft. Kill nou eerst de campers voordat je mij gaat killen, jongen. Holy shit, man. Deze mensen die weten niet wat ze aan het doen zijn, volgens mij. Ze moeten eerst de campers. De campers zijn belangrijker dan mij. Ik kan misschien wel leuk killen, maar ik vind het belangrijk dat de campers eerst doodgaan. Want zij kunnen natuurlijk hun scare packages en alles halen. En hun UAV's. En hun orbital V-sets. En weet ik veel wat allemaal. Dat is scheiterig irritant. En hij zit er nog steeds te campen, jongen, die vent. Holy shit. En ik heb een shock charge kapot gemaakt. En daar ligt mijn orbital V-set. Fuck, ik ga sowieso dood. Ja, daar gaat mijn orbital. Ik kom vierkantje niet indrukken. Dit is echt een faal. Nu is mijn orbital weg. Nu is mijn orbital gewoon weg. Shit, man. Oh, dit is zo'n kutpotje. Ja hoor, we hebben mijn orbital genakt. Nu ga ik nog verliezen ook, jongen. Dit is echt één kutpotje. Ik kan er niks anders over zeggen, man. Soms kom je in chillen potjes. Soms zo in kutpotjes. Ik moet elk potje uploaden dat ik ook maar speel. Daar draait de rode commander om. Maar dit slaat helemaal nergens op. Ik sta 20-11, man. Dit is echt het kutste free-for-all potje dat ik ooit heb gespeeld. Jongens, waar zit iedereen? Ik ga niet verliezen. Ik wil misschien wel eindigen met de kutscore. Maar ik wil zo meteen niet verliezen, hoor. Want dan word ik echt boos. Nou ja, boos word ik helemaal niet. Ik vind het alleen jammer dat iedereen zit te campen, jongens. Alsjeblieft. Mooie span, Call of Duty. En hij zit er nog steeds. Oh, wat een vent is die gozer, jongen. Wat een vent. 1, 2, 3, gooi. En dan hoop ik dat hij raak gaat. Nee, hij gaat natuurlijk weer mis. Die vent, hij zit daar al de hele tijd, hè. Het hele potje al.
En ik weet niet of het nou de hele tijd hetzelfde is of dat de hele tijd iemand anders zit. De hele tijd zit er iemand daar al gewoon bovenop. Alleen maar te campen en nog een keertje te campen, maat. En dan springt hij net naar beneden als ik hem eindelijk wil killen. Oh, dit is toch niet meer gezond, joh. Kom hier, kutcamper. Die voor je. Nu ben je dood, jongen. Nu mag je een andere spot gaan zoeken. En we staan in ieder geval voor. Dus we gaan het potje nog wel winnen. Maar dan winnen we misschien niet met een goede score. Maar dat boeit me echt helemaal geen ene zak hier, oh. Kom maar, nu sta ik er te campen. En... hij gaat gewoon meteen terug naar zijn eigen campspot, hè. Dat is toch niet normaal, jongen, dat mensen dat doen. Speel nou het spel zoals het hoort, jongens. 1, 2, 3. Gooi. En dan hoop ik dat ik kill mee krijg. En oh, die zit hier wel scheef. Wow! Je moet wel raak schieten, Jan, als je een kill wil. Ik weet het, Jan. Hij zit hier achter die boot, man. Hij is doorgerend, die gozer. Oké, fuck it. Ik moet nog 2 kills. En ik ben iedereen weer kwijt. Shit. Shit, 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 shit. Waar zit iedereen? Ik ga dit potje sowieso winnen. Maar ik heb geen flauw idee waar iedereen loopt. Ik heb gewoon maar 1 UAV gehaald, hè. In dit gehele potje, jongen. In 30 kills, 1 UAV. Dat is toch niet normaal meer, joh. Dat is heel erg slecht. Geef me die AN-94. Oké, let's go. Die heb ik. Nog 1 kill, man. Nog 1 kill, dan heb ik gewonnen. Dan ben ik klaar met dit scheidpotje. Dankjewel, hè. Wauw. Dit was serieus het kutste potje Free For All dat ik ooit heb gespeeld. Maar ja, zo zei het natuurlijk in de rode documenten. Ik moet elk potje uploaden dat ik speel. Dus ook gewoon echt dit soort potjes. Het gaat waarschijnlijk nog wel een paar keer gebeuren. Want ja, als mensen zo spelen, dan weet je ook gewoon niet waar je ze kan verwachten. De een staat boven, de ander staat beneden. En niemand loopt echt lekker rond. Maar ja, kan gebeuren. Ik zie jullie zo meteen het volgende potje, mensen. Dus tot zo. Alright, boys. Welkom bij game nummer 2 van deze aflevering. Natuurlijk aflevering nummer 3. Nu spelen we op de map Stand of, zoals ik al zie, weer Free For All. Want we spelen gewoon 2 Free For All potjes vandaag. En ja, nu gaan we natuurlijk wel gewoon ons beter concentreren. We gaan kijken of we meer kills kunnen oppakken. Althans, minder deaths kunnen oppakken. En evenveel kills, want je moet natuurlijk gewoon winnen met 30 kills. Dus let's go. Ik heb in ieder geval een redelijk goede span. Maar ik moet meteen links van me kijken. Meteen links van me, meteen links van me. Nee, oké, er spant niemand. Er spant wel iemand. Holy shit, boss, jongen. Woe! Daarom zei ik, moet meteen links van me kijken. Want dat is dus zo'n spansysteem. Of dat is zo'n spanplek. Dat moet je gewoon weten, man. En als je dat niet weet, dan ga je daar gewoon door dood, hoor. Dus ik zeg altijd, leer die spanplek uit je kop. En helemaal als je Free For All speelt, want je spant gewoon letterlijk met z'n tweeën op één plek. Oké, bijna mijn UAV binnen en in mijn rug. En, oh, daar is mijn UAV, let's go. Even naar boven mijn UAV inroepen. Naar beneden kijken natuurlijk, want dat bedoel ik, want ze komen gewoon achter je aan. En dan kunnen we doorgaan, man. Carepack is ook binnen. Leidingstrijk is ook weer bijna binnen, hoef ik nog maar 1 kill voor te maken. Dit is lekker, jongens. Zo moet het gaan. Zo moet het gaan, jongens. Let's go. Waarom gebeurde dit niet in het vorige potje, jongens? Want zo hoort het te gaan in een Free For All potje. Hoe we nu spelen, jongen. Oh, nee, niet zo. Niet mee het kill stealen. Zo hoort het niet te gaan. Ik wil zelf ook de kills oppakken. Hallo! Ik hoorde hem reloaden, man. Dit was heel erg genaaid van mij. Ik hoorde die vent reloaden, dus ik kon hem makkelijk pakken natuurlijk dan. En ik moet even zorgen dat ik mijn lightning goed kan gooien. En dat doe ik dus nu. Want dan, wie weet, kan ik meteen een nieuwe, enige echte UAV ermee krijgen. 1, 2, 3. Alle drie zijn in de map gekomen. En er zit er hier volgens mij een binnen nu. Eentje boven, denk ik. Ik denk dat hij naar boven is gelopen, want ik zag hem net. Nee, hij is hier weg, man. Hij is helemaal verdwenen. Oh, hij loopt daar nu. Ik zag hem. Kom maar. Dankjewel. En dat is mijn nieuwe UAV. Ik moet snel mijn carepacks natuurlijk ook even inroepen. Want ik doe hem aan mijn loadster uitkrijgen. Pak even zijn wapen op. En... oh, hij gooit hem op mij. Wat is dat nou weer voor kutzooi? Gooi hem nou op iemand anders in plaats van mij, man. Lul. Oké, wacht. Mijn carepacks komt daar. Maakt niet uit, joh, dat hij hem op mij gooide. Nou, eigenlijk wel. Want ik heb een dead erbij. Maar dat boeit me niet. Oké, let's go. Mooie double kill. En uh-oh. Wat kant ga je komen? Die kant. Dankjewel. Carepacks ophalen. Wat zit erin? Een counter UAV. Nou, daar heb ik zoveel aan ook Call of Duty, manieus. Oké, maakt niet uit. We hebben counter UAV gekregen. Moet ik gaan benutten natuurlijk ook. Dus roep die shit in. Dan gaan we meteen weer door, man. Dit is hoe je een Free For All potje speelt, man. Dit is hoe je een Free For All potje speelt. Let's go. Lekker blijven rond. Lekker veel kills te pakken natuurlijk. Draai jij je om alsjeblieft. Dankjewel. En... woe! Ik dacht dat die slecht was, maar hij was nog goed ook, die vent. Oké, maakt niet uit. Ze hebben mijn UAV kapot gemaakt. Mijn counter UAV gelukkig nog niet. Kijk uit, komt een neta, maat. Die was mooi, man, die granaat. Nice. Oké, even wachten hier, oh. Carepax komt op de grond neer. 3, 2, 1, let's go. Een R6D, daar heb ik ook helemaal niks aan, jongens. Maar dankjewel voor de R6D. Dan moeten we even zorgen dat we weer een nieuwe UAV halen, natuurlijk. We hebben al 70 kills binnen. Nog 13 kills te gaan, dan hebben we het potje alweer gewonnen. Nog 12 kills te gaan. Ook een nieuw challenge gehaald. Dat helpt natuurlijk erbij dat we sneller level up kunnen gaan. Helpt er natuurlijk ook bij dat we sneller de enige echte Road to Commander challenge kunnen halen. Dus kom maar op. Nog 11 kills. Staat er hier met een light machine gun ergens? Althans... ja, zie je wel. Ik wist het, jongen. Ik hoorde hem net al schieten. Mijn knives die gaan de laatste tijd echt gewoon raak, jongen. Dit is geniaal. Normaal gesproken kan je nooit raak knijven natuurlijk op Call of Duty Black Ops 2. Maar de laatste tijd gaan ze steeds vaker raak met mij. Even wachten hier, oh. Oké, er staat er hier een boven. En die is echt weak, jongen. Die, als je één kogel in zijn kop schiet, is die dood. Oké, fuck it. Ik ga mijn carepacks ophalen. Escort drone. Nice. Daar heb ik wel iets aan.
In plaats van die RCXD die ik nog heb staan. Roep die escortroom maar in. Die RCXD laat ik lekker zitten. Daar heb ik toch helemaal niks aan. Jij staat hier te kutten. Dankjewel. Komt er eentje achteraan waarschijnlijk. Nee, die rent weg voor me. Dat is die lijmachine gun gozer weer. Die heeft een QBB LSW in zijn hand. En nu is hij gekild door mijn escortroom. Nice en... What the fuck deed jij nou weer, maat? Een beetje naast me gaan lopen staan. Kut, spant iemand voor me. Uh-oh. Hij heeft het niet door. En ik ben scheef. Dankjewel. Holy shit, jongen. Nog 3 kills te gaan. Let's go. Nog 3 kills en hebben we gewonnen, man. Jou heb ik ook. Nice. Nieuwe UAV is binnen. Granaat, granaat. Oh, mooie granaat van die gozer. Mooie granaat van die gozer. Kijk dit. Hij wist dat ik er stond. Hij gooide die granaat. Ik ren er recht in. En hij heeft me gekild. Dat was nou een mooie granaat. Dat vind ik mooie deads. Nice, enemy. Kom maar hier. En dankjewel voor de kill. Dan moet ik nog 1 kill nu oppakken. En die heb ik ook. En... Die heb ik niet. Die heb ik niet. Oh, ik zei die heb ik. Oh, en toen was ik dood. Dat was echt de beste timing ooit. Maar die heb ik wel, jongens. 30 views mijn eindscore in free-for-all potje nummer 2. Gewoon omdat het kan. Speel nog 1 free-for-all potje in deze aflevering voor jullie. Dus, ik zie jullie zo meteen in het laatste potje. Game nummer 3. We hebben nu al 2 potjes gespeeld natuurlijk. Dus nog 1 potje, man. Nog 1 potje. Ik ben nu lekker bezig. Dus ik zie jullie zo meteen bij game nummer 3, mensen. Dus tot zo. Alright boys, daar ben ik weer. Welkom bij game nummer 3 van deze Road to Commander / Road to Life Lodestar Care Packers aflevering natuurlijk. Spelen we op Nuketown 2025. Lekker klein mapje, een heel chaotisch mapje. Je kan hier of een hele goede score inhalen, of een hele slechte score inhalen. Het ligt er natuurlijk maar net aan hoe het gaat. Ik heb nog steeds zelf scorestreaks aanstaan en de bedoeling natuurlijk van de Road to Commander is dat je zo snel mogelijk naar level 55 gaat. De enige manier om heel snel naar level 55 te gaan is door middel van heel erg veel met hetzelfde wapen te spelen en challenges te halen. Dus ik probeer nu gewoon met de MP7 eventjes de max level ermee te halen. En daarna probeer ik natuurlijk misschien met de type 25 max level te halen, etcetera, etcetera. Zodat je dus gewoon heel erg veel challenges haalt. Zodat je natuurlijk zo snel mogelijk kan levelen. Daar is mijn UAV alweer, dan spant hij waarschijnlijk daarom in de hoek. Daarom moet ik het spansysteem uit je kop kennen. En oh, ik dacht dat ik C4 had aanstaan. What the fuck? Ik gooi per ongeluk mijn granaat er helemaal overheen. Ik dacht even dat ik een C4 had aanstaan. Maar ik ben natuurlijk een lage level. Dat moet ik even blijven onthouden. Want anders komt het niet goed in ieder geval. En fuck, ik heb geen ammo meer. Ik had geen ammo meer. Maakt niet uit. Ze maken zo te zien ook mijn UAV's kapot, deze enemies. Dat is natuurlijk niet zo chill voor mij. En dat was één harde killsteal, vriend. En nu ben ik boos. Je killsteelt me, nu ben ik boos. Span naast me. Nee, dan niet. Span hier in de tuin. Ja, dan wel. Let's go. Snel hier even tussen gaan staan. Want de spant is als het goed is nu in de tuin. Want dan kan je mijn carepacks daar wel. Even afleidingsmanoeuvre, carepacks gooien. Als het goed is, spant hij daar. Oké, dan niet, joh. Dan ren ik wel weg. Er zit er hier ook eentje te kennen met shock charges en een bouncing battle, zoals je ook wel ziet. En, oh, daar was die. Daar was die met zijn shock charges. Wat een beest, jongen. Oké, carepacks ophalen natuurlijk. Er zit een counter UAV in. Schiet ze ook weer uit de lucht natuurlijk, want zo zijn deze enemies. Schiet alles en iedereen uit de lucht. En jij zit hier boven, maat. Kom, laat je kopie maar zien. Oh, hij laat zijn kopie ook nog zien ook. Was een grapje, maat. Was een grapje. Oh, shit. Die had ik niet zien aankomen. Ik moet even zorgen natuurlijk dat ik mijn nieuwe UAV haal. Dankjewel. Want als ik eenmaal mijn UAV weer heb, dan kan ik natuurlijk zien waar die enemies zo ongeveer lopen. Want nu is het gewoon een kwestie van gokken. En met gokken kom je er niet, man. En met misschieten kom je er helemaal niet. Hier ligt weer een mooie bouncing Betty van jou. Dankjewel, vriend. En oh, shit. In mijn rug zit er eentje. Die zit onder in orange. Dus go, Nate. Weer een bouncing Betty natuurlijk. En ik kill met een granaat. Nice. Dat was een lekkere granaat, jongen. Een mooie spantrap en... Woe! Dat zeg ik. Of je gaat heel goed in Nuketown, of je gaat heel slecht. En vandaag zit er volgens mij net tussenin, man. Dus dan komt de gezegde natuurlijk niet echt goed uit. Dus als je er tussenin zit, dan ga je niet goed, maar ook niet slecht. En ik wil gewoon goed gaan. Dus kom op, mensen. Nog 1 keer voor mijn nieuwe UAV. En oh, ik schrik me helemaal kapot, man. Hoe moet ik nou ruiken dat daar een Remington staat te campen, joh? Holy shit. Die had ik echt niet zien aankomen, jongen. Holy shit. Staat hij daar met zijn Remington? Oké, dat gebouwtje ga ik dus in ieder geval niet in. Die staat er dus te campen met zijn Remington. Dus ik vermijd dat gebouwtje nu wel. Maar ik kan er wel een granaat in gooien. Dus 1, 2, 3. Gooi, gooi, gooi. Oh, ik heb een bouncing Betty alleen maar kapot gemaakt. Jammer, man. Jammer, 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 jammer. Oh shit. Hammer is dat. En jij, Epic. Ook. Ik heb weer een nieuwe UAV. Nog 8 kills, man. Even hier blijven liggen. Want kijk, dat bedoel ik. Ze spannen nu gewoon met z'n allen naast je, zoals je kan zien. Er zit er daar ook nog heen, hoor. Oh nee, die is al dood. Nice. Even oppassen voor die Remington-dude. Zie ik beneden? Nee, die Remington-dude zit nog steeds boven te campen. Nou ja, laat hem dan maar lekker. Als ik deze keer oppak, kan ik op zich wel proberen om hem te killen. Fuck, ik schiet scheef. Oh, ik heb hem ook nog. Dankjewel. Remington-dude is ook dood. Nice. Let's go. Hier komt er nog één. Nice, let's go. Nu gaat hij goed, jongens. Nu gaat hij goed. Span hier. Span hier, span hier. Ja, lekker. Lekker, 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 lekker. UAV inroepen. We hoeven nog maar 3 kills, man. 5-7 pakken, want ik ben out of ammo namelijk. Oh shit, die 5-7 kogels gaan mis. Die gaan heel scheef. Shock charge van hem gaat mis. Dankjewel. Snel mijn leidingstrijd gooien. 1, 2, 3. Gewoon random neergooien dat ding. Krijg daar altijd wel een killetje mee. 5-7. Kill maken. Oh, bijna. Bijna, 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 bijna. Kom maar. Ja, hij is bang, man. Hij is gaan poepen, die vent.
Hij is gaan poepen, die gozer, hè. Hij is gewoon gaan poepen. Dankjewel, we hebben gewonnen. Hele potje gespeeld. Helaas heb ik me niet mijn care packs natuurlijk kunnen inroepen. En iedereen liefde het potje, man. Let's go, jongens. Helaas heb ik me natuurlijk niet mijn care packs kunnen inroepen. Maar we hebben weer een free-for-all potje gewonnen. Daar gaat het natuurlijk om. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering van de Road to Life Commander. En de Road to Life Care Packers Loadstar natuurlijk. Ik moet wat vaker wel mijn care packs gaan inroepen. Anders krijgen we nooit die Loadstar eruit. Maar als je nou hebt genoten, geef het nou eens mogen. Vorige aflevering staat nog in de beschrijving. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.